Haar nijntje rugzak heeft ze klaar gezet. En ook haar weer mag morgen mee. Het wordt vast te druk, dus gaat ze vroeg naar bed. Ze kijkt maar even naar tv. De wekker gaat en daar komt ouderstress. Hoe zal het gaan, vindt ze het fijn? Of zal ze huilen in die eerste les? En vanavond thuis vervelend zijn? Voor het eerst naar school, ze is nu 2,5. Een echte grote kleine meid. Met uit de luiers en de zalf. Kort week, wanneer ik naar haar kijk. Een appel voor straks wordt nu al geschild. Ook al wil ze liever chocola. Hopelijk zijn die jongens niet te wild, denk ik als ik de schoolpoort binnen ga. Wanneer ik thuis kom staan mijn ogen rood. Ik voel een kriebel in mijn keel. Denk aan haar bij elke ademstoot. Vandaag wordt alles gauw te veel. Voor het eerst naar school, ze is nu 2,5. Een echte grote kleine meid. Net uit de luiers en de zalf. Kort week, wanneer ik naar haar kijk. Wanneer om 4 uur stipt de kerkklok slaat, sta ik te wachten aan de poort. Als even later dan de schoolbel gaat, stokt mijn adem en ik slik gesmoord. Op weg naar huis vertelt ze honderd uit, over de juf, over de klas. Ze is doodop, ze praat en lacht dan luid. En valt in slaap als ik haar in haar badje was. Voor het eerst naar school, ze is nu 2,5. Een echte grote kleine meid. Net uit de luiers en de zalf. Kort week, wanneer ik naar haar kijk. Thank you.